het is weer zover. Het is weer zover, we mogen weer. Eerst even, hoe laat is het? Het is precies 4 uur. Super. Lekker hoor. Maar fris en fruitig. Ja, fruitig. Wat gaan we doen? We gaan richting de Veluwe. We starten op de Ermeloze Heide. Die is paars, nou, dat is helemaal lekker. Ja, die is fantastisch paars, ja, dat kan niet anders. Okay. Dus het wordt vast een groot succes. Dat sowieso. Nou. En, veel tekst? Nee, niet al te veel tekst. Oh. En daarna misschien nog even richting het Spulderbos. Oh, en vanuit daar zien we wel even wat het plan wordt. Okay. Maar we laten ons ook weer een beetje verrassen. Zeker, we gaan. Dus, maak een mooi dagje van. Gaan we doen. Nou, okay. Goed zo. Zo'n seizoen. Leuk hoor. Nou, hoe staan we dan? Ja, 2 uur later. 2 uur later. Het wordt al een beetje licht. Ja, het kleurt daar al wel. Het kleurt wel mooi daar hoor. Dat is goed gegaan. Ja, nu moeten we nog eventjes. Kijken waar we, want het is een compleet nieuw natuurlijk. Waar gaan we naartoe? Ik denk dat we een beetje die kant op gaan zo. Ja, dat is goed. Dan denk ik dat we het veld een beetje inlopen. Ik ruik de schapen hier. Zo behoorlijk. Ja. Ik heb begrepen dat de herder ook zo dadelijk op pad gaat. Kijk. Dat zou leuk zijn, hè? Ja, die ligt nu nog bij nachten. Ja. Ja. Zie je dat? Dat zijn hele goede wolkjes. Ik zeg, het zijn goede wolkjes. Nou, nog een goed boompje. Ja, heb je hier ook wel. We moeten denk ik niet te ver. Ik vind het nee, maar, dat zijn al prima boompjes, hè? Nou, we zijn van start. We zijn begonnen weer, ja. Leuk. Het wordt ook ineens een stuk lichter, hè? Het is zo'n beetje opgekomen, zeker? Ja. Het is nu precies 6:30. Ja. 5 minuten of zo komt hij op. 5 minuten, ja precies. Ja. Nou, het kleurt daar al wel. Thank you.
zwart beeld. Hè? Nou, dat is hier, ja. Oh. Ja, ja. Je moet nou niet lachen. Je moet even vragen hoe het met mij gaat. Ja, het was wel een spektakel net. Ik denk, waar is je gebleven? Ja. Ik zat in een konijnenhol. Zo. Zo, maar niet zo'n kleintje ook. Dat was maar een konijnenhol. Het is niet wel uitkijken hier. Voordat je het weet ben je hier helemaal verdwenen. Nou, ik heb ook nog flink zere knieën, moet ik zeggen. Ja, en niet alleen zeer, ook groen. Groene knieën. Ja, ja, nou, ja. Echt hartstikke groene knieën. Ik ben er nog een beetje... Beetje dizzy van, beetje hè? Dizzy van, ja. Dat snap ik wel. Ja. Het was echt een footsie en... daar kwam die ineens weer uit het... Ja. Uit de heide opduiken. En ik viel door een tunnel. En dat was een soort levend ei met een konijn. En een blond meisje heette Alice. De witte koningin die heeft mij weer naar boven geduwd. En toen was ik hier weer. En voor jou leek het allemaal alsof ik gewoon struikelde, maar... Er was veel meer dan dat. No, man. Je kwam in een compleet nieuwe wereld terecht. Het was een soort wonderland. Oh. Ja. Oh. Ja. Nou is het ook wel. Het is nog wat tijd om de zon buiten beeld te krijgen, denk ik. Ik ben helemaal klaar met die heide. Zijn we klaar op de heide? Het is klaar hier, ja. We gaan door. Zo. We staan nu bij het Spulderbos. Hé, Peter? Ja, Jannie van der Heijden. Lijkt me een goed idee. Van der Heijden, Anja van B&B. Oh. Nou, er zit niks in. Dit is dan niet te geloven. Hé? Het lijkt wel of het allemaal groot wordt. Dat er in je schoen terecht komt. Zo. Oh. Heb je een gat onder in je schoen of zo? Ik weet het niet hoor. Nou, prettig. Oh, het voelt allemaal beter. Ja. Nou, kunnen we door, gelukkig. Ik denk, we moeten terug naar huis. Maar... Nee, het is klaar. Mooi. Ja. Oh. Hoppakee. Houten snijwerken en slecht.
Ja, lekker. Zeewolde moeten we straks dan naartoe. Zeewolde? Zeewolde. Klinkt heel ver. Ja, maar we zijn nogal ver. Die daar laag. Ach, verdikke niet zeg. Nou, dat is mogelijk. De cirkel weer rond, hè? Dat is ongelooflijk. Nou, ik denk dat we even moeten uitleggen waar we nu zijn. Ja, het is nog geen april, maar toch gaan we al tulpen fotograferen. Ja, we gaan eerst even wat eten. Oh ja. Tasje, een lekker tasje vol met boodschappen van de co-op uit Garderen. Ja, waar een broodje eerst. Wel lekker wel een broodje. Ik ben hier bij een strand in aanleg. Heb jij hem open? Open. Ja. Ik heb hem open. Eén pakje is goed. Hele kaas. Ik wil vertellen, ik wil ook ijsbeerders. Ja, dat dacht ik wel, ja. We zijn een rij hier, hoor. Waar is dat genoeg ijsbergen staan? Zo. Ja. Maar ja, we zullen niet klaar. Een lekker broodje ijsbergsla met kaas. Volgens mij gaat het. Hier lekker vlees. Oh, en je doet ook nog kaas? Ja, ik doe ook kaas en een beetje sla. IJsbergsla, lekker hoor. Zo, dan smullen na. Waar komt dit vandaan? Garderen, co-op. Co-op Garderen, bedankt. De wind is weer wat gaan liggen lijken. Wow.
gewoon lekker, hè? En zo gezond ook, hè? Ook van de co-op in Garderen, maar er staat plus op. Dit is bijzonder, hè? Ja. We zijn toch echt bij de co-op geweest? Ja. Ach, co-op of plus? Het zijn allemaal dezelfde poppetjes. Je mag geen poppetjes zeggen. Sorry. Het zijn 20 soldaatjes. Nou, nu was je zomaar kapitein. Zo, je had dat nou gedacht vanmorgen. Nou, planning van bootje huren, die klopt. Ja, dat klopt. Ja, nou, dit is, ik zal wel even... Maar dit is niet de Alde Fenne. Nee, dit is Giethoorn. Ja. Hé, hey, dit is, kijk, dit is 5. Wat? Denk ik, of nee, niet? Nee hoor, dit is ook gewoon zo'n bootje. Oh, dit is nog niet, oh. Nee. Dat gaat lekker, hè? Ja, ik doe maar gewoon rustig aan, hè? Een natuurtalentje. Strak langs het kantje, hoor. Strak langs het kantje. Nou, we moeten wel een beetje foto's maken. Ja, doe je, ga jij maar lekker foto's maken. En waarvan dan? Ja, geen idee. Een mooi opgevallen boom. Leuke doorkijkjes. Ja. Geen doorgang. Centrum. Dus we moeten eerst nog een stukje door het centrum, zei hij ook, hè? Het centrum? Je gaat, we hebben straks een... Hebben we die bocht naar rechts al genomen? Nee, toch? Die zal hier komen. Dat zal die zijn? Ja. Dan ga ik ook daar gaan zitten, bij ja, jou? Ja, natuurlijk. Of... Ja, dat vind ik ook wel wat leuker misschien. Dan gaat het met de auto, gaat dat goed? Ja, zolang jij lekker rustig vaart, vindt de auto het allemaal prima. Kijk eens even. Ik vind het lekker, hoor. Hij staat bij jou op de auto te trekken, dus als jij beweegt, dan... Oh ja? Ja. Goed, dus draait je lekker mee. Oh, een windje. Oh, ik zit al op vol gas nu. Dat heb ik niet eens in de gaten, joh. Start. Wel. Oh. Dat is een beetje veel. De microfoon moet je wel even... Ja. Heel goed, Hielke. Dat heb jij ook nog wel. Leg maar op jouw straat, is niet op de bodem. Nee. Dat is ook een 1. We gaan bij 3 erin en bij 5 gaan we er weer uit. Ja, zo werkt het. Aan de rechterkant, de witte bouwen, nummer 5, die staat in water. Ja. Daar moet u dan in en dan gaat het naar links en dan komt er nog dit stukje onder. Ja,
gaan die doen. Dit is 3 ton. Hey. Deze? Ga hier maar in, ga hier maar in. Komt dus een beetje, zo'n beetje in het midden van dat meer uit. Hoi. Hoi. Shop weer verlaten. Precies. Fantastisch mooi auto zo. We zijn nu precies in de middel onderweg. Ja. Iedereen eit elkaar hier zo op de rug. Iedereen aait elkaar weer zo op de rug. Hallo. Iedereen aait elkaar weer zo op de rug. Ja, maar dan moeten we eigenlijk naar rechts toe om naar het einde van de meer te komen. Dan zit u daar aan uw rechterkant, de middenbouw van de nummer 5, die staat in het water. Ja. Daar moet u dan in, ja. En dan gaat het naar links en dan komt u gewoon dit stukje om de grond. De tijd die tik je door.
Peter verlegd heeft. Ja, nu gaan we botsen hoor. Kaboom. Oh, ik moet de andere kant op. Dat was leuk. Dat was heel leuk. Ja. Dat was leuk, hè, de vader. Dat was een groot succes. En de volgende stop is? Dokkum. Dokkum. We gaan even wat eten in Dokkum. En dan door naar Moddergat. We hebben wel een rondje Nederland. Mooi rondje Nederland. Ja. Zeker weten. Helemaal goed. Nou, leuk nieuws nog net. Ja, dat is toch te gek. Dan ben je op reportage en dan, dan win je gewoon twee kaarten voor Van Roosmalen en Groenteman. Ja, leuk hè? Nou, hoe leuk is dat? Ja, over reportages gesproken. Nou, precies. Ja. Kon niet mooier. Nee, dus. Nee. We hebben in ieder geval twee kaarten en we zorgen ervoor dat we nog een derde kaart erbij krijgen. Dus, Bas gaat ook mee. Absoluut, Bas moet ook mee. Dus 2 september al, volgende week. Ja, volgende week maandagavond. Ja. En dat is een eerste uitzending. Zijn wij bij. Zijn we hier in Alkmaar. Leuk. Zin in. Gaan we een mini-reportage maken. Ja. Voor zover dat kan. Ja. Terug weer. Ja. Met Bas als hoofdgast. Bas is in wezen hoofdgast. Ja. Nou, gaat het wel. Op naar Dokkum. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies we go down the highway. We're the best of friends. Insisting that the world keep turning our way. On the road again. I just can't wait to get on. Zien komen, hè? Deze gewoon lekker in Dokkum. Maar zo is het wel. Ja. Dokkum naar de molen. Misschien even wel de stoppen er even op. Nou, let dat maar even uit dan. Waarom je dat wil proberen? Voor het gladde water. Misschien een beetje beweging in de lucht. Oh, ja. Nou, de auto staat vlakbij. Dus, zullen we even statief ophalen? Het is die auto die daar zo al gewoon. Die staat heel strak geparkeerd. Staat. Heel strak. Jij parkeert, laat even zien hoe strak ik kan parkeren hier. Zo. Is dat toch een leuk tasje? Ja. Ik heb dat nog niet eerder gezien. Zo, dan zit hij even zo en er zitten stoppetjes in. Oh ja, goed. Leuk hè? Ja, super. Heb jij alles? Ik ben al lang klaar. Leuk tussendoortje zo, hè? Ja, dit zijn leuke tussendoortjes, ja. Ja. Vreemd, hè? Ja. We hebben nog één plek te gaan.
Tja, het is wel af te zien hoor. Niks, even nog even een dijkje beklimmen. Zo, aan het eind van de dag. Oh man. Nou, oh ja. Het is al wel hier al laag. Dus wat doen we? Het valt hier een beetje tegen. Het is niet meer wat het was. Nee, dat is wel jammer. Moddergat is niet meer wat het was. Ja, dus eigenlijk is het nu gewoon een moddergat. Ja, dan is het misschien wel mooi geweest voor vandaag. Ik denk het wel. Het is een prachtige dag geweest sowieso. Nou, ja. Dan gaan we lekker op huis aan. Ja. Laten we dat maar doen. Goed hoor. Eens? Zijn we het eens? We zijn het eens. Nou, dan houden we het hierbij. Ja hoor.